¡Atención! Hallo mensen, je kijkt weer naar Toiletjuf Maarten. We gaan natuurlijk ook deze uitzending weer op zoek naar twee gezellige kandidaten die samen bij de podquiz willen spelen. Het is zo warm weer, dus wat doe je als het warm weer is? IJsjes eten. Lekkere ijsjes eten, inderdaad. Zijn jullie lang op de kermis vandaag? Val mee. Waar komen jullie vandaan? Uit Oosterwijk. Uit Oosterwijk. En jij, waar kom jij vandaan? Uit Tilburg. Nou, dan denk ik dat ik jullie moet hebben. Hebben jullie zin? In een quizje. Ik ben op zoek naar mensen die wat van Tilburgse kermis afeten. En ik denk dat jullie daar de kandidaten voor zijn. Oké, is goed. De Tilburgse kermis, the place to be. Mijn kandidaten zitten inderdaad in Wealthy Place. Aan de linkerkant hebben wij... Joyce. En aan de rechterkant hebben wij... Petra. We gaan twee categorieën doen. Ik heb een vraag voor jullie. En die eerste categorie is urine waar of urine niet waar. Als je het antwoord weet, roep je heel snel je naam en dan mag je het zeggen. Okay. Bij de EHBO kun je door de aanhoudende warmte deze week voor 50 cent drinkwater krijgen. Is dat urine waar of urine niet waar? Joyce, wat denk jij? Urine niet waar. Dat klopt, jij hebt een punt verdiend, Joyce. En weet jij ook waarom dat urine niet waar is? Omdat je het gratis kan halen. Dat klopt, het is gratis. Dan gaan we heel gauw door naar de tweede vraag in de categorie. Urine waar of urine niet waar? Bij de kamelenrace hebben kinderen altijd prijs. Waar? Ja, wie moet je naam roepen? Ik zei Petra. Oh, Petra, sorry, ik hoorde niet. Petra die riep als eerste naam en is dat... Urine waar. Urine waar, dat klopt. Petra, jij hebt ook een punt verdiend. En zo wordt het hier op die Tilburgse kermis 1 tegen 1. De volgende categorie, het even de laatste categorie, is de categorie hoge nood, lage nood. Degene die als eerste naam roept, die mag een getal roepen en dan mag automatisch de andere kandidaat zeggen of dat hoger of lager is. In de categorie hoge nood, lage nood is de vraag voor jullie, hoe hoog is de tower? Joyce, wat denk jij? Die is 35 meter. 35 meter. Wat hoger. Denk je? Daar, toch? Dat klopt. Ja, die is hoger. Nou, dan heb jij de punt verdiend. Yeah. Hij is namelijk 80 meter. Ah, dit is ook... heet ook tower trouwens. Yeah. Er zijn twee towers waar de tower waar het om ging. Punt voor jou. Het wordt hier 2 tegen 1. De laatste vraag. In de categorie hoge nood, lage nood. De spanning stijgt. Als je moet plassen van de zenuwen, laat het gaan. Je zit op de pot. Hoe hoog schiet je omhoog met de katapult? Petra, wat denk je? 25 meter. 25 meter. Is dat hoger of lager? Is dat hoger nood, lager nood dan 25 meter? Ik denk hoger. Hoe hoog denk jij? Jij hebt sowieso een punt verdiend. Sowieso een punt verdiend. Maar hoe hoog denk je dat het is? 40. Het is 65 meter. Oh. Ik zou zeggen, het is gelijkspel. Ik vraag jullie telefoonnummer zometeen even als de camera uitstaat, anders gaat iedereen je bellen. En dan bellen we jou op als jij gewonnen hebt en dan maak je kans op die gouden wc-borstel. Die wil je hebben en de volgende uitzending zie je wie de gouden toiletborstel heeft gewonnen. Tot de volgende keer. Hoi! Let's go.